Dames en heren. Dames en heren. We hebben de pauze alweer gehad. En we gaan op voor deel 3. Voor de pauze hebben we het gehad over eigenlijk met 7 miljard geïncarneerde lichtwezens hier gekomen zijn om een paar honderd gevallen engelen naar huis te voeren. Zoals Sophia en de Antichrist en wat hoogpriesters die denken daar nog wat tijdelijk gewin voor te hebben. Maar als ze dit geluisterd hebben, zullen ze wel waarschijnlijk toch wel 3 keer achter de oren krabben of ze nog aan dit eindtijdsfeest mee willen werken. Want we hebben u al verteld, het loopt weer af. Net als de vorige keer als Sophia met dat clubje weer doorgaat. Ja, dan zijn we na de pauze en dan gaan we nou eens eventjes kijken met wat gelooft u nu eigenlijk? Wat gelooft u nu eigenlijk? Want ja, dat verhaal wat ik nu voor de pauze doorgekregen heb, ja, gelooft u dat? Het is toch misschien wel een krankzinnig verhaal. Dat je gaat vertellen dat er 7 miljard lichtwezens op aarde zijn gekomen om een paar honderd gevallen engelen naar huis te begeleiden. Naar huis te gaan leiden, begeleiden. Dat is toch een waanzinnig verhaal? Dat kan je toch niet denken? Maar ik hoop dat u dat gaat bekijken vanuit het perspectief van een lichtwezen wat buiten ruimte en tijd leeft. Als jij namelijk als geest buiten een ruimte en tijd leeft, en je komt heel even langs, want voor een lichtwezen zoals u hier in de zaal kost dat namelijk geen tijd. Ze proberen u wel wijs te maken dat u in de tijd en ruimte leeft, maar ja goed, wij weten allemaal nu dat we helemaal niet binnen ruimte en tijd leven. Dat is de gevangenis die ze u proberen wijs te maken. Maar het is de gevangenis waar ze zelf in zitten. Waar ofwel alle gevallen engelen in zitten met hun, laat ik zeggen, kinderen en kleinkinderen. Gelooft u dat? Gelooft u dat u een 100% lichtwezen bent? En dat u met z'n allen afgesproken hebt om wat pubers, die paar honderd pubers die even in de pubertijd de weg zijn kwijtgeraakt, om die met alle genade en barmhartigheid en alle onvoorwaardelijke liefde gewoon weer naar huis te leiden. Met alle zorg, met alle tijd, want wij hebben natuurlijk als lichtwezens alle tijd, overal tegelijkertijd. Gelooft u dat? Gelooft u dat er wonderbaarlijke genezingen zijn? Dan zijn die er. Gelooft u dat stoffelijke dingen helpen, dan werkt dat voor u. Gelooft u dat alternatieve dingen helpen, dan werkt dat voor u. Want wat u gelooft, is uw realiteit. De hele wereld is gebaseerd op wat u gelooft. En wij geloven dat we hier met z'n 7 miljarden zijn gekomen om die paar honderd gevallenen, onze broers en zussen eigenlijk, naar huis te leiden. Dat doen we met alle geduld en alle zorg en alle tijd. Maar misschien gelooft u nog dat u in de stof chemotherapie moet hebben om de duisternis in u te bestrijden. Of een alternatieve andere therapie om reuma te verhelpen. En dan zeggen we altijd, hoeveel tijd en ruimte of wel geld kost dat? Hè? Als u gelooft dat u een lichtwezen bent, dan kost dat geen ruimte, geen tijd, geen geld om weer te genezen, om weer te helen. Maar als u in de stoffelijke zaken gelooft, dat kost heel veel tijd, heel veel ruimte, heel veel ellende, heel veel pijn ook vaak. Niet alleen voor u, maar ook voor uw gezin, ook voor uw familie en lijdensweg. Maar als u daarin gelooft, dan is dat uw lijdensweg in ruimte en tijd. Dus wat gelooft u? Het goedkoopste is om gewoon te geloven in dat u een lichtwezen bent, dat u verbonden bent met God of met Christus, die eens op aarde gekomen is om ons dat verhaal nog kunnen uitleggen. Of de Boeddha, die het ook voorgedaan heeft, hoe je weer van het wiel van het lijden, wat de tijd is, de wiel van de tijd is, om daaruit op te staan. Wij hopen dat natuurlijk in de komende eindtijd al die 7 miljard lichtwezens dat weer gaan beseffen. Want of u het nou wel of niet beseft,
u bent het toch. Er is niets en niemand wat u kan vertellen of overtuigen of kan veranderen of manipuleren of misleiden of verleiden dat u de geest kwijtraakt. Ongeacht wat ze met u proberen te doen, u blijft 100% geest. Daar kunnen ze vandaag niks aan doen, over een miljard jaar niks aan doen, want de grote baas is nog steeds de grote baas. En de pubers die hier rondlopen, die zijn even de weg kwijt. Even de tijd kwijt en even de ruimte kwijt en ook zeer zeker de geest kwijt. Naar de volgende slide. Ja, om een klein beetje alleen al de aardse geschiedenis in kaart te brengen, dan kunt u natuurlijk prachtig de Bijbel of de Koran of de Tora lezen. Uitermate wijze boeken. Er staan prachtige zaken in. Alleen ze hebben natuurlijk in de tijd van Constantijn de Grote, rond 300 jaar na Christus, natuurlijk ongeveer alles eruit gehaald wat met het verhaal dat we u net verteld hebben te maken heeft. En wat we dan al zeggen, schaf dan eens een boek aan, The Origins of Man. Dan hebben we het niet over Darwin. Maar dan gaat u de apocryfe geschriften, dat zijn al die geschriften die ze uit de Tora en de Bijbel en de Koran verwijderd hebben, die schaft u even aan. Dat is dan bij elkaar gebracht door een Joseph B. Lampkin. En dat heet The Lost Books of the Bible. En dan gaat u de dingen lezen die we u net voor de pauze dus verteld hebben. Denk, jezus, lopen hier heel veel van die gekken rond. Die dit al duizenden jaren, misschien wel miljoenen jaren vertellen. En als u dan nog eens een keer, als u daar geen tijd voor hebt, bijvoorbeeld van het internet, het boek van Enoch of Henoch, afhankelijk of je Engels of Nederlands, dan sla je hoofdstuk 6 op van het boek van Enoch. En dat hebben ze dan in de Bijbel bij Genesis 6 verwijderd. En ik zeg, als je de Bijbel een beetje wel kort wil lezen, dan lees je gewoon Genesis 6. Je leest Openbaringen 6 en je leest Enoch 6. Bijna 3 keer 6. Ze hebben die 3 hoofdstukken eigenlijk verwijderd. En als u dan 1 Enoch 6 leest, dan ziet u de geschiedenis van de mensheid. En wij waarschuwen u, valt u niet in herhaling. Ze hebben dat hoofdstuk 6 van Genesis niet voor niks verwijderd. Want als u dat zou lezen in 1 Enoch 6, dan zou u opeens heel anders gaan kijken naar de geschiedenis van de mensheid dan dat ze u in een klasje van Darwin-apen proberen wijs te maken op de universiteit of de hogeschool of welk ander apeninstituut die ze voor u de afgelopen jaren bedacht hebben. Een boek die het waard is om eens even naar de aardse geschiedenis van de mensheid te kijken. Volgende slide. Is die er al? De volgende slide? Oh ja, de Toren van Babel. Ja, dat proberen ze u wijs te maken. Maar er is helemaal een Toren van Babel. Het is de Toren van Babel van Sophia en de gevallen engelen die naar huis willen. Omdat ze de geest niet meer hebben. Althans, bijna de geest niet meer hebben. Of misschien nog beter, dat ze de geest in zichzelf niet willen laten opstaan. Omdat ze anders naar hun vader toe moeten. Om te zeggen met pa, ja, wij als puber zaten er toch iets wat naast. Dat heet jaloezie, maar waarschijnlijk ook een stukje doorgeslagen hoogmoed van de kinderen in de puberteit. Dat nemen ze natuurlijk helemaal niet kwalijk, want dat mogen kinderen. Kinderen mogen altijd even puberen. En als wijze ouder stap je dan even uit dat pubergeweld en dan laat je ze even een paar jaar gaan. En dan, daarna zeg je, de deur staat altijd open, vrienden, kom gewoon weer naar huis, want we houden nog steeds van jullie. Ja, echt papa? Ja, ik hou nog steeds van jullie. Heb je nog geen oordeel over me dat ik zo raar ben? Nee, natuurlijk niet. En ook al die vrouwen en die mannen, we zijn er niet boos op, we zijn er niet kwaad op. Er komt ook geen laatste oordeel. Dat hebben ze allemaal zelf verzonnen, hè? Laatste oordeel en dat allemaal rare dingen gebeuren. Nee, die vader staat gewoon met de deur open de hele tijd al. Alleen ja, goed, de deur staat open, maar dan moet je er nog wel even terug naar huis doorheen lopen, hè? Zoals een Alice in Wonderland. Dus de Toren van Babel, die gevallen engelen, die wilden natuurlijk weer door een soort CERN, Stargate, proberen ze dan weer van de ruimte naar de tijd te gaan. Proberen ze tijdreizigers te worden. Want je kent dat hele verhaal van CERN en Gran Sasso en allemaal van dat soort Stargates op de wereld. Dat heeft niks met deeltjesversneller te maken. Dat heeft te maken met de God Particle en de Lord Particle. Want ze weten wel hoe het in elkaar zit.
Want ze weten als ze de gold particle, maar zeker de Lord particle hebben, dat ze buiten ruimte en tijd kunnen reizen. Maar dat gaat ze niet lukken met al die technische, onbenullige apentechnologie die ze in Zwitserland en in Italië in het Gran Sasso-gebergte allemaal neergezet hebben en af en toe een aardbevingetje veroorzaken waar niemand van weet waar dat die aardbevingen vandaan komen. Maar dat weten wij dus natuurlijk allemaal wel. Daar worden ze ook voor gewaarschuwd. Om uit hun tengels van dingen af te blijken waar apen niet in thuis horen. Dus de Toren van Babel heeft niet met de mens te maken, maar met de gevallen engelen te maken die op een krampachtige manier stiekem zonder toestemming van pa naar huis willen gaan. Terwijl pa natuurlijk alles ziet. Ik denk, waarom bouwen we nou een toren? Joh, dan durft het te lopen. Om er een toren te bouwen, dan geloof ik gewoon. Hey pa, ik ben weer terug. Ja, het was even moeilijk. Ik heb even een tijdreisje gemaakt. Nou jongen, kom maar weer. Gaat het weer een beetje met je? Ben je een beetje uitgeraasd? Ja. Ja, is het tijd om nu volwassen te worden? Ja, misschien nu wel. Ik ben 18 jaar, dus... Nou, Sophia, kom erin. En neem die andere paar honderd gevallen engelen maar mee. En dan gaan we gewoon lekker thee drinken. Even buiten ruimte en tijd. En dan mogen jullie weer echt weer even creëren. In plaats van manipuleren. Nou, lijkt dat niet een mooie toekomst? Gaat ook gebeuren hoor, want wij weten dat het gaat gebeuren. We hebben alle tijd. Aan het eind van hun tijd hebben wij voor alle tijd. Volgende vraag. Ja, en degene die op het ogenblik, ik zal maar zeggen, die apentoren van Babel weer bouwen. Hè, bij gewoon CERN en bij Fermilab. En nou, ze hebben wel 140 van die Stargates die ze willen gaan bouwen. Ja, daar moeten natuurlijk een heleboel apen voor aan het werk gezet worden. De United States of Apes, je kent het wel. De UNA, de United States of Apes. Ja, want de posthumans en trend als een apen, hè? Wat willen ze dan van mensen maken? Ze willen van mensen, willen ze apen maken. Mensen zijn soms wel heel beetje in de war over de evolutie, hè? Ik probeer je al jaren te vertellen dat we in de evolutie zitten, maar daar bestaat ook helemaal geen evolutie. Want we zijn al 100% geest, dus er valt niks te evolueren. De hele New Age beweging, hè? Die hebben het over self-ascension. Want die vertellen ook over het licht, hè? Het licht wat in je zit. Maar ja, als je nog niet verbonden bent met God, met dat licht, wordt dat met dat licht in jou helemaal niks in. Dus die hele self-ascension New Age beweging, dat is natuurlijk één groot fiasco en deceptie van A tot Z. Want als jouw innerlijk licht, jouw innerlijke geest niet verbonden is met de Vader, met de grote geest, dan wordt dat niks met jouw wederopstanding en jouw goddelijkheid en jouw onsterfelijkheid en jouw alwetendheid, dan wordt het niks. En we weten natuurlijk allemaal dat de New Age is opgericht door Paus Pius XII, samen met mevrouw Blavatsky en Alice Bailey, bij de Theosophia, dat lekker in elkaar geknutseld hebben, omdat na de Tweede Wereldoorlog de Rooms-Katholieke Kerk leegliep. Omdat Paus Pius XI en XII met Adolf Hitler collaboreerde om de supermens te bouwen. Eugenetica-programma, weet u allemaal. Nou, op een gegeven moment hadden een aantal katholieken dat natuurlijk door. En die liepen toen weg en toen zeiden ze boven aan de top, zeiden ze een tweede merk creëren, dat noemen we New Age. En we hebben dan het Rooms-Katholieke geloof en dan doen we een tweede merk, dat heet New Age. En dan lopen ze gewoon de val in en dan zitten ze nog steeds in dezelfde kerk. Nou, dat is de New Age, gewoon het Vaticaan, maar dan een nieuw sausje. Het is eigenlijk een beetje die Jezuïtenclub. Dus elke New Ager die aan self-ascension doet, die zit gevangen in het Vaticaan. En we zeggen ook wel een beetje de Levieten. Die we ook wel uit Israël kennen. Het is een kleine club die met elkaar eigenlijk wat orders uitvoert van de gevallen engelen die op deze aarde rondlopen. Ja, dames en heren, de gevallen engelen lopen hier op het ogenblik gewoon rond met een lichaam aan. Zo erg is het met ze gesteld dat ze ineens meer kunnen vliegen. Het zijn geen supermensen, het zijn gewoon gevallenen. Net als mensen in de stof, alleen ze activeren en gebruiken hun geest gewoon niet. Nou, dat United Nations of Apes verhaal, althans de apenorganisatie die ze van de wereld willen maken, die hebben natuurlijk een agenda. En laat nou in agenda 2030, als u dat een beetje leest, het is een beetje de Club van Rome in een nieuw jasje. U kent de Club van Rome wel, agenda 21, agenda 2030. Ja, die hebben ook weer die belangrijke punten van apotheosis. Lijkt een beetje George Washington, apotheosis. Om van goddelijke wezens te maken, om ons onsterfelijk te maken. Dat is het Transhuman-programma van de United Nations of Apes.
En het all-knowing, en dat is dan die hele grote computer, hè? De Beast wordt hij ook wel genoemd, hè? De CERN Beast. En ja, met een beetje alien deception, want niemand gelooft het natuurlijk, maar als je wat paniek veroorzaakt op de aarde, dan willen we natuurlijk allemaal in het kader van peace en safety gered worden door het beest. Nou, dat is natuurlijk niet handig dat u gered wordt door een alien deception, want dames en heren, er zijn natuurlijk helemaal geen aliens. Er zijn alleen maar gevallen engelen die in de New Age periode er het woord alien bij gehaald hebben. Dus de gevallen engelen heten de New Age aliens. Nou, hebben we dat ook weer gehad, hè? Dat we niet van die rare dingen moeten doen. Want die hele flauwe groep van vliegende schotels, die worden gewoon bij ons op aarde gebouwd. In Antarctica bijvoorbeeld, in het Neuschwanenland. En op nog een aantal locaties. Dus dat is allemaal gewoon van aardse apenmakerij, hè? Maar goed, u weet, een geestelijk mens hoeft helemaal geen vliegende schotel te hebben om zich binnen ruimte en tijd te verplaatsen. Nou, dit hele programma moet een beetje tussen nu en 2030... 2045 helemaal klaar zijn. En dan bent u allemaal aap geworden. Ik bedoel transhuman. Ja, maar u weet nu dat het woord transhuman staat voor aap. He? Dan bent u een complete domme, leeggetrokken aap geworden. Ofwel, geen evolutie, maar devolutie. De volgende slide graag. Nou, op Time Magazine, he, u ziet dat, hè. Time Magazine, dat was, wanneer was het precies? Er staat februari 2013 staat er volgens mij, want toen wisten ze het natuurlijk al. Nou, dit is Time 2045, een special, The Year Man Becomes Immortal. Nou, je ziet Time Magazine, wordt Time Magazine, hè, tijd magazine, het gaat over de tijd. Zo gaat het er dus straks uitzien. We hebben een stekker in uw achterhoofd, dat lijkt een beetje op de Matrix. Nou, dat lijkt dus toch geweldig. En daar word je toch gelukkig van. He, je plugt je app gewoon of je iPhone aan dat koord of gaat dan je hersens in. En dat blijft dan allemaal goed gaan. En dan gaat ook nog een lichtje, groen lichtje branden als je het doet. Koffiezetapparaat. Het is een soort moderne koffiezetapparaat. Je bent een soort app geworden dan. He. En je bent gelukkig. Maar we weten uit de Bijbel dat klei en ijzer niet bekleiden. Dus ja, er staat ook in de Bijbel dat je dan gaat wegrotten en allemaal ziektes krijgt. Nou, zijn we al druk mee bezig. Omdat we een heleboel ijzer en klei met elkaar vermengen, ofwel het vlees van de mens met allemaal rare dingen, chemisch en genetisch, rotten we steeds verder weg. Ja, we zeggen het hier maar een beetje hard, maar u ziet aan de statistische cijfertjes die we van de gezondheidsleer kennen en de gezondheidswereld kennen, dat de mensheid steeds zieker en meer wegrot. Nou, dat komt door dit soort prachtige transhuman apentechnologieën, waar ze toevallig verstand van hebben van hoe de mens echt in elkaar zit. De volgende slide graag. Oh ja, we hebben ook nog een Russische miljardair. Die heeft het 2045 Avatar-project. Ja, je gelooft het niet. De Russen doen ook mee. Hè, dus zouden nou de Russen en de Amerikanen ruzie hebben? En de Chinezen? Nee, natuurlijk niet. De top heeft helemaal geen ruzie. Dat doen ze u alleen maar een beetje denken dat ze ruzie hebben. Ik weet niet of je ooit was gehoord van Order Out of Chaos. Ja, ze moeten eerst de boel opblazen onder een nieuwe wereld laten voortkomen, de Russen. Aan de top en de Amerikanen en de Chinezen en hebben helemaal geen ruzie. Maar ja, het moet eerst wel een grote schoonmaak gemaakt worden voordat de nieuwe wereldorde er kan komen. Hè. Dus er moet wel wat gebeuren met een hele grote bezem voordat ze dit soort flauwekul kunnen gaan beginnen. Hè. Dat die allemaal een avatar wordt. Hè. Klinkt modern, hè. Ben je avatar? Ja, ik heb mijn hersen eruit laten halen. Er zit nu een chip in, hè. Een singularity chip. Nu ben ik toch slimmer dan wat ik was. Nee, maar je bent wel hartstikke dood. Je bent een zombie, je bent een aap geworden. Begrijp je dat niet? Nou, we moeten er nog eens even over nadenken. Maar dat kan je dan niet meer, want je bent gewoon een aap. Volgende slag. Nou, we hebben natuurlijk Ray Kurzweil, een hele bekende van de Singularity University. Die gelooft dat ook in. Die gelooft dat we straks, we zijn straks echt supermensen. We zijn Superman geworden, hè? Of Spiderman, of Madman. Hè? We noemen het ook wel Madman, noemen we het eigenlijk. Nou, die denkt ook dat in 2045 dat we dus geen mensen meer nodig hebben. Nou, dat wordt in diverse films ook gezegd. Dan wordt er ook gezegd in diverse films, recentelijk uitgekomen, science fiction. Het probleem wat we op aarde hebben is de mensheid, dus die moeten we even uitroeien. En dan in de plaats daarvan zetten we wat robots neer en dan worden we allemaal gelukkig. Dat is een hele rare paradox, hè? Dus je moet eerst de mensheid moet je verwijderen en dan doe je er wat robots voor terug. Zonder geest en nu ook zonder ziel. Dan ben je een soort zombie. En dan worden we gelukkig.
Nee, dat is de agenda van Sophia. Is een oorlog met God. Die ze niet kan winnen. Van voor de pauze hebben we het u verteld. Waarom ze dit doet. Ze voert een oorlog die ze niet kan winnen. Is nu boos op God. Is boos op haar vader. En wil nu ook de mensheid kapot maken. Omdat ze boos is op pa. Het is een hele rare gedachtekronkel. Maar we hebben de geschiedenis nog vaker gezien. Volgende slide. Ja, dan ziet u er nog zo uit. Hè? Het mode magazine L. He, daar ziet u het, he. daar hebben ze een robot neergezet. Nou, wat een lief meisje is dat. Ja, weet je hoe ze heet? Ze heet Sophia. Ja, u gelooft het niet, hè? Dit is de Sophia, een transhuman-robot. Waarom zou ze nou een robot Sophia noemen? Nou, wij weten het wel, hoor, waarom ze die Sophia noemen. En waarom die in L Magazine staat van de Elohim. Want L heet het natuurlijk niet per ongeluk L Magazine. Nee, het is het modemagazine van de Elohim. Ander woord voor de gevallen engelen. Ja, wij denken natuurlijk als we het over de Elohim hebben, dat we het over God hebben. Nee, dan hebben we het over de gevallenen. En we hebben de Nephilim, dat zijn dan de halfgoden. Die hebben zich een beetje met de dochters van de aarde gedaan. En dan hebben we ook nog de Raphaïm, de giganten. Die een beetje genetisch gemanipuleerd zijn en als reuzen over de aarde gelopen hebben. Maar dit hebben we uitgebreid behandeld in onze serie Atlantis 1 en Atlantis 2. Kunt u keurig op de site welkom in de oorspronkelijke wereld.com onder lichtlezingen is het hier blijft. Dus ja, u wilt niet een Elohim of een Nephilim of wat van die andere gevallen flauwekul worden. Daar heeft u helemaal geen zin. Al kijkt ze wel heel lief, hè, moet ik zeggen. Volgende slide. Nou, we hebben tegenwoordig iemand die nog echt leeft. Dat is natuurlijk Beyoncé. En Beyoncé die heeft er een hele nieuwe serie. Die heet I Am. Hè? I Am. Nou, dat klinkt bijna goddelijk. Ja. Maar ze maken er I Am Plus van. Wow. Kent u dat? I Am, ik ben meer dan God. Dit is natuurlijk een ongelooflijke godslastering. En Sasha Fierce, die staat hier natuurlijk fierce te zijn. Hè? En als je dat dan een beetje leest, dan zie je Sasha daar staan. Hè? Fierce te zijn. Dat is een stoere vrouw, dat is een rolmodel. Hè? Dan willen alle meisjes ook dat worden. Kijk eens hoe een stoere Sasha. En Sasha die heeft dan een metalen borstplaat met een boel. Hè? U weet, de boel staat ook wel voor Baal, of ook wel voor Nimrod, of ook wel voor Osiris, ook wel voor Zeus, ook wel voor Jupiter. Dat heeft ze nog haar borst, hè? Want ze houdt van natuurlijk Lucifer. En het is natuurlijk de beest, hè? Het is de beest. Ze heeft dus een prachtige ijzeren verhaal van de beest. En haar linkerhand is nog vlees. En haar andere rechterhand, kunt u een beetje zien, is van metaal. En u weet uit de Bijbel dat the beast of iron and clay do not mix. Dus dit is echt een prachtige persiflage van Sasha Fierce. Hoe ze eigenlijk de Bijbel, ofwel het vijfde koninkrijk, belachelijk proberen te maken. En dat proberen een heleboel meisjes op deze aarde. Die vinden dat wel heel wat. Maar tekenen daarbij eigenlijk hun eigen ondergang. Want dat wordt natuurlijk helemaal niks met Sasha Fierce, meisjes en jongetjes. Volgende. Staat. Ja, dat staat natuurlijk allemaal nog in Daniel. Hè? Natuurlijk in het boek van Daniel. En Daniel waarschuwt aan Nebukadnezar, hè, die ook 7 jaar verdwaald was. Dat was de tribulation periode van Nebukadnezar. Die gedroeg zich ook een tijdje als een beest. Hè, die was een beetje verdwaald. Hij zei, God, ja, ik ben nu wel erg verdwaald. Dus ik geef je nog een waarschuwing. Ik geef je een jaar de tijd om even wakker te worden. Net als Esther. En Esther die luisterde dan, hè, die maakte zich mooi voor de koning. En Nebukadnezar dacht, dikke jongen en dikke vinger. Ik ga gewoon lekker voor. En toen werd hij een beest. En toen moest hij 7 jaar in zijn eigen achtertuin volgens mij een beetje rondlopen. Nou, dat was Nebukadnezar. En Daniel zei ook dat aan het eind van de tijd ontstaat er een kingdom van iron en clay. Het volgende ijzeren tijdperk was het Romeinse tijdperk. Nou, die hebben we achter de rug. Dus we leven nu in het laatste tijdperk van Daniel 2. Hè? Moet u maar eens lezen voor de lol. Dan weet u een beetje waar u nu in de geschiedenis staat. Ofwel, de klok is eigenlijk staat 12 uur nu. Hè? Het is net nog geen kerst. Maar het is wel bijna 12 uur. Nou, daar staat dan Nebukadnezar. En we weten allemaal wat er gaat gebeuren. Want God, die weet wat van tevoren. Hè? Die kent de alfa en de omega. En alles wat ertussen zit. Want die is helemaal niet van de tijd. En die zit alleen maar te kijken. Wanneer die pubers weer thuis komen. En zegt, Sophia, nou ja, kom nou naar huis. En hou nou eens even op om je kleinkinderen zo van die rare dingen op te spelen. Nou, volgende slide. Nou, we hadden natuurlijk in 1927 al de eerste transhuman movie, die heette Metropolis. Een film van Fritz Lang.
Nou, je ziet het al, hè? 1927, dan zult u toch wel zeggen. Zeg, hey, hoe kunnen ze dat weten? Nou, dat is vrij simpel, dames en heren. Die gevallen engelen, die kunnen in ruimte en tijd reizen. Niet buiten ruimte en tijd, maar kunnen binnen en ruimte. Waar denkt u dat ze al die technologieën vandaan komen? Omdat er in Area 51 een vliegende schotel neergestort is? Hé, hey, dames en heren. Als jij als gevallen engel in de tijd kan reizen, kan je ook technologieën en ideeën uit de tijd halen naar deze tijd. Nou, vindt God dat erg? Nee, natuurlijk niet. Alleen ze komen dus niet buiten ruimte en tijd, want dan wordt dat natuurlijk een probleem. Hè? Kijk, als ze buiten ruimte en tijd komen, dan kunnen ze gaan creëren. Maar een gevallen engel kan niets creëren, die kan alleen maar manipuleren. Die kan alleen maar proberen om iets te manipuleren wat al bestaat. Dus een gevallen engel en al dat hocus pocus wetenschappelijk apentoneel, die hebben niks origineels. Die hebben nooit een origineel idee gehad. Ze zijn alleen een beetje aan het rommelen in de tijd. En dan opeens ontstaat er een film Metropolis die ze uit de toekomst, hun eigen toekomst gehaald. Het zit allemaal zo eenvoudig in elkaar als je vanuit de geest kijkt. Volgende slide. Ja, dan wat ze nu natuurlijk doen, hè, u moet natuurlijk ook allemaal weer tovenaar worden. De Harry Potter, ja, iedereen Harry Potter, iedereen die haalt een toverstaf, je kan allemaal dingen doen. Nou, de laatste Harry Potter die we gezien hebben is Doctor Strange. Hè. Die heeft dan allemaal symbolen, die kan dan tijdpoorten maken en reist weer door de ruimte en de tijd heen. Heeft superman gaven, heeft allemaal spannende zaken, maar het is eigenlijk gewoon een sukkel. Begrijpt u? Het is gewoon een tovenaar en u weet, een tovenaar, een alchemist en een hoogpriester zijn gewoon apen met een trucje. Ja, dat was in Egypte al zo. En dan keken we daarna en zeggen, nou, dan hebben we weer een aap met een trucje. En dan zeiden ze tegen de hoge priester met Job, wanneer kan je nou eens buiten de ruimte en tijd kijken? En dan word je als God. Dan word je goddelijk. Word je ook onsterfelijk en alwetend. Ja, 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 we proberen al een beetje binnen de tijd te reizen. Ik zeg, ja, maar dat is voor apen, jongen. Kom nou gewoon eens naar huis. Beetje rare priesterhoed op. Het is voor amateurs tijdreizen. Pure amateurs. Ook voor Dr. Strange. Volgende slide. Ja, mag ik nog even de vorige slide zien? God, lijkt deze meneer, Dr. Strange, Benedict Cumberbatch heet hij. Benedict Cumberbatch. Lijkt hij niet verdacht op Sherlock Holmes? Mag ik de volgende slide weer? Nou, hoe vindt u het? Is het Benedict Cumberbatch? Jazeker. Jazeker, dat is de film van Sherlock. Film van Sherlock. En wanneer kwam die uit? Die kwam op 1 januari 2016 uit. Gaat alleen maar over tijdreizen. Alleen maar over tijdreizen. Dan weet je ook hoe Sherlock Holmes de misdaden kon oplossen. Dus dan ga je gewoon net 10 minuten voordat het gebeurt, dan ga je er even bij staan. En dan kijk je wat er gebeurt en dan kan je het oplossen, toch? Ja, het is natuurlijk allemaal zo simpel als wat geworden. Ik begrijp ook niet waarom mensen zo ingewikkeld doen bij de politie en bij de recherche. Je gaat gewoon tijdlijsten. Jean-Claude Van Damme doet het, Sherlock Holmes doet het. Elke beetje opgeleide hogepriester die kan het ook. Met mate moet ik zeggen, want het zijn natuurlijk nog wat amateurs. Hè. Elke gevallen engel die kan tijdreizen. Dus ja, wij begrijpen ook niet waarom de politie is op aarde. We begrijpen ook niet waarom er een leger is. We begrijpen ook niet waarom er detectives zijn. Want ja, je kan het oplossen voordat het gebeurt. Dat hebben ze ook een film, dat heette Precox. Heette dat, en die konden van tevoren zien wat er gebeurde. Ja, maar dat kan elke amateur gevallen engel. En wij als lichtwezens, we kunnen nog veel meer. Want tijdreizen is voor amateurs. En weet je wat het leuk is, hè? Die geheime jongens, die vrij mislaan zou ik maar zeggen, die Jezuïeten en die Levieten, die zijn natuurlijk zich aan het voorbereiden. Want die zijn zich aan het voorbereiden op de grote wereldwijde chaos. Hè? Want uit de chaos komt de orde, dan komt er een nieuwe wereld. En dan wordt u allemaal aap. Althans, ik bedoel transhuman. Dat is, ze beloven dat u transhuman wordt, Superman of zo. Maar ze maken van u een aap. Dat is dan wat echt het plan is. Iedere keer hetzelfde plan, dus je wordt er doodmoe van. En om dit aan te kondigen, hebben ze op 1 januari deze film uitgebracht. Goed voornemen, 2016. En dan staat er op de poster, hè? En dan staat er op, the stage is set. The curtain rises. We are ready to begin.
Zij zijn klaar om het spel te beginnen. Maar wij ook. Maar wij zijn eerder klaar dan u klaar zijn. Kunt u dat volgen? Want zij zitten... Nee. Oké, wij zijn eerder klaar dan zij klaar zijn. Dit is 1 januari 2017. Wordt die 2017? Dan zit ik waarschijnlijk in een time warp. Want ik heb hem al gezien. Ja, dat zou kunnen. Kunt u het voorstellen dat ik hem al gezien heb op 1 januari 2016? Ja, toen was er ook één. Maar nu komt er ook weer één op 1 januari 2017. Oh, er komt er nog één uit. Oh jee, zeg, er komen er nog meer uit. Moet u nagaan als je een beetje kan tijdreizen, dat je al films kan zien voordat ze uitkomen. En dat je ze kan uitleggen voordat ze verschenen zijn. Ik maak het toch niet te ingewikkeld voor u. Nee. Het is zo makkelijk. En ik heb het niet over tijdreizen, want tijdreizen is voor apen. Hè. Dat heb ik u al verteld. Wij praten over volledig buiten ruimte en tijd zijn. Dus de stage is set, the curtain rises, we are ready to begin. En wij zijn al klaar met hun. Dat is even een nadenkje. Maar wij zijn al klaar met hun. Voordat hun begonnen zijn, zijn wij al met ze klaar. Volgende slide. Nou, ze zijn ready to begin. The stage is set, the curtain raises. Nou, natuurlijk hebben ze dat keurig aangekondigd. Hè? Want ja, ze zijn natuurlijk, ze doen het wel netjes. Hè? Ze moeten natuurlijk wel van tevoren dat het spel gaat beginnen even aankondigen. Nou ja, we hebben het u al verteld. Hè? Sophia in Atlantis, die was natuurlijk op een gegeven moment, die is weer boos op haar vader. En die heeft toen proberen de schepping van haar vader te vernietigen. Ik zou maar zeggen, de double helix. De schepping van God. De dubbele helix, de DNA. He, want je wil natuurlijk gewoon het licht bij de mensen uit het oog ontnemen, de geest. Maar je wil natuurlijk ook de DNA kapot maken om daar je eigen transhuman aap in te planten. Nou, dat wil je natuurlijk even leuk aankomen. En als je dan naar New York kijkt, ik zal maar zeggen, net iets voor 9-11, dan ziet je daar de World Trade Center staan. He, twee torens. Nou, dat is niet per ongeluk, dat is de dubbele helix van de mens. Dit is zoals de mens... Zoals God hem bedoelt, hij is de dubbele helix van de mens. En daar stond voor staat het vrijheidsbeeld. Maar dan komt het Frankrijk vandaan. En iedereen weet natuurlijk dat dat geen niet het vrijheidsbeeld is. Dat is gewoon een kopie van Apollo, de Antichrist. Die staat dan keurig op een heel interessant, hele interessante ster naar New York te kijken. En ook natuurlijk naar die dubbele helix die natuurlijk out of chaos weer moet opstaan. Nou, wat gebeurt er dan hè, op 9-11? Hè, dat we even op 9-11 gaan we aankondigen. Het is ook het alarmnummer natuurlijk, 9-11, hè, ook per ongeluk natuurlijk. 9-11, alarmnummer. En er werd gebeld. Nou, laat ze maar instorten dan, want we kondigen hier voordat we de huidige mens gaan kapot maken. En daar komt dan een nieuwe transhuman nette mens uit. Hè, een soort aap. Een soort zombie die altijd doet wat je zegt. Kan je ook centraal bedienen ergens. Ja, een computer ergens, draadloos. Nou, dan ga je naar de volgende slide en dan. En opeens zit dan, oh, wat zie ik nou? Ik dacht dat ik een hele andere slide kreeg, maar. Oh, dat is waar ook. Als je, toen de Twin Towers er nog stonden, als je dan naar het plein ging, dan stond daar een oog. De spiegel van de ziel. Dat weten de meeste mensen niet, maar tussen de Twin Towers, met allemaal water. En water staat natuurlijk voor de tijd. Hè? Want occult is dat water heet tijd. Dus ook staat voor de ziel. En het oog is de spiegel van de ziel. Het is allemaal hartstikke symbolisch, allemaal fantastisch gedaan. Hè? Dat oog de ziel stunt, dus tussen de stoffelijke dubbele helix van het lichaam. Dus dubbele helix, DNA is het lichaam, de stof, en het oog de ziel. Heel symbolisch, dit was de mens zonder geest. Dus ik liep daar omheen een tijdje geleden, ik maar zoeken naar de geesten. Dus ik ga daar bellen bij de Twin Towers. Ik zeg maar, joh, waar heb je nou die geest neergezet? Ja, dat begrijpen die apen natuurlijk niet. Hè? Dus ik ga naar zo'n hoge priester toe die in dat gebouw zat. Hè, die toen nog de eigenaar was. Ik zeg, joh, waar heb je dan de geest gelaten? En zegt, wat bedoel je dan precies? De geest, want die bestaat toch niet? Dacht ik ook, ja, dat is waar ook. Toen de gevallen engelen vielen, toen heeft God even de geest bij ze weggehaald. Waardoor ze eigenlijk blind werden. Dus je hebt ook nog met blinde apen te maken. Ook, ja, het is een beetje triest om dat allemaal te zeggen. Natuurlijk niet goed voor je ego als hoogpriester. Volgende slide graag. Nou, daar ligt het. Helemaal in puin. De oude mens. De dubbele helix vooraangekondigd op 9-11 dat ze u met de grond gelijk gaan maken. Ze gaan
hun tempel met de grond gelijk maken, vernietigen. Dat is althans dat is het plan, hè? Dat ze de mens eerst gaan vernietigen met allemaal mooie zaken en dan bouwen ze opnieuw als transhuman aap op en dan wordt hij gelukkig. Althans, dat is het plan. Dus wij zeggen tegen Sophia, denk je nou echt dat dat dit keer wel gaat lukken? Terwijl we gewoon precies zien van A tot Z wat je doet. En je doet nog exact hetzelfde als de vorige ook. Ben jij een blinde aap, Sophia? Nou, dat vond ze niet leuk om dat tegen te zijn. Zeiden, nee, lievertje, je bent een kind van God. Je vader zit te wachten op je tot je weer thuis komt. Doe het nou niet. Nou. Oh, denk ik toch. Volgende slag. En wat staat er nu? Van twee torens hebben we één toren. The One World Tower of Post and Transhumanism. En daarbovenop hebben we het alziend oog van Horus wat licht geeft over de stad. Dat is mooi. Eenheid. Wij roepen eenheid uit. Nee, dames en heren. De mens verdwijnt en u heeft er één zielloze, geestloze robot voor terug. Dat is het plan. Keurig aangekondigd in wat leuke architectuur op mijn heen. Volgende slag. En dit is, ik zal maar zeggen, het oog. Of het, ik zal maar zeggen, het zonnegod oog van Apollo of van Horus of van Tamus. Afhankelijk hoe je het een beetje ziet. Het lijkt een beetje op ook het Apollo Olympisch vuren. Want u weet dat het Olympische Spelen elk jaar wordt, althans elke vier jaar wordt opgedragen aan Apollo. Hè? En Apollo kennen wij als de Antichrist. Dus elke vier jaar feest rond de Antichrist. Lijkt wel de kerst, hè? Want u weet, op 21 december wordt de Antichrist geboren in de occulte wereld. Hè? Want dan vieren ze dat. En op 25 december dan staat de Antichrist op. Hè? Dan wordt hij als het ware als een phoenix verrijst die uit zijn as. U weet zelf ook wel dat in de 18e eeuw nog wereldwijd kerstmis vieren verboden was. In Amerika, George Cromwell, je kunt het allemaal nazoeken op internet. Kerst was wereldwijd verboden omdat het een van de meest occulte satanistische feesten is die we op aarde kennen. Kunt u allemaal opzoeken. George Cromwell verbood het, in Amerika werd het verboden, het werd overal verboden. Ja, maar op een gegeven moment viel er waarschijnlijk wel geld te verdienen of... Ja, krijg je de vrije metselaars misschien wat meer te zeggen of de jezuïet, ik weet het niet hoe dat allemaal is. En toen mocht het opeens ook wel, hè? En nu doen we Santa Claus. Hè? En Santa is natuurlijk een anagram voor Satan, dus we vieren elk jaar met z'n allen onder de kerstboom. Hè? De wederopstanding van Nimrod, zal ik maar zeggen. Volgende vraag. Is die er al? Ja, komt. Oh, en wat krijgen we nou? Onder de One World Tower hebben ze het oog weggehaald. Maar hebben ze een nieuw oog neergezet, want dat heet de New Eye Oculus, heet dat. En die staat nu onder de One World Tower. Dus ze hebben het oude oog weggehaald, staat nu een beetje in Central Park, geloof ik, waar ze neergezet, het gehavende oude zielenoog. En ze hebben daar een nieuw oog, maar ze bedoelen een nieuwe ziel. Want ze denken ook dat ze een ziel kunnen bouwen, hè? Dames en heren, even voor de duidelijkheid. Die gekke apen, die denken dat ze behalve dat ze een lichaam kunnen nabouwen, wat nooit lukt, dat ze ook een ziel kunnen nabouwen. Nou, het spijt me echt, maar ze kunnen ineens een lichaam nabouwen, ofwel Gods creatie. En een ziel, ja, het spijt me, maar dat gaat wel helemaal niet lukken. Ja, daar kan geen computer tegenaan natuurlijk. Dus ze hebben die twee torens vervangen door één toren, en ze hebben het oude oog, de oude ziel, vervangen door een nieuwe ziel. Want zie je dat een prachtige witte ziel dat is, hè? Je zou er bijna door verleid worden. Dus ze vertellen het u allemaal recht in het gezicht wat de plannen zijn. Volgende slagvraag. Nou, dit zijn ze natuurlijk van plan. Zie je dit? Links aap. En u wordt beloofd dat u een sterrenkind wordt. Alleen, u blijft gewoon een aap. Althans, u wordt een aap als u hieraan meedoet. En dit wisten ze al in 1968. Toen kwam de eerste science fiction film uit, de echte science fiction film tussen de sterren. En die heette Space Odyssey 2001 van Stanley Kubrick. De valse evolutie van de mens. Ze proberen u daar te geloven dat u, als u maar aan al deze dingen meedoet, dat u van een aap, want u bent natuurlijk apen. Ze stellen natuurlijk niet in die film dat u een lichtwezen bent, zeggen ze niet. Je bent van een aap.
En dat hij, als hij naar hun luistert, naar die gekken luistert, die zelf aap zijn, dat u een sterk kind wordt. Het lijkt wel New Age. Dat klopt ook, want het komt helemaal uit de school van Paus Pius XII en mevrouw Blavatsky en Alice Bailey. Ofwel de Theo Sophia school uit Budapest. Ja, u kunt het allemaal nazoeken. Die hebben ook de oerboedels in het logo en ook het vierkant en ook de tijdbeperking en al die andere flauwekul die ze een keer gejat hebben uit de Grieken en uit Atlantis. Voor amateurs en apen, zal ik maar zeggen. Goed, dat is dan 1968. U begrijpt dat deze film niet zomaar bedacht is door Stanley Kubrick en Arthur C. Clarke, maar dat het gewoon door even een tijdreisje bekeken is hoe een mogelijke toekomst er eens in het verleden uitzag. Dat is een hele rare zin, maar als ik buiten ruimte en tijd ben, dan begrijp ik die zin exact. Volgende slide. Kijk, krijgen we nou. In 1968 komt toevallig ook de eerste film van Planet of the Apes uit. Dat is toch vreemd dan? Het zou het allemaal toeval zijn. Dus in 1968 gaan we van Stanley Kubrick, gaan we opeens ook naar de Planet of the Apes. En dan ziet u dat het vrijheidsbeeld verdwenen is in het water in de tijd. En dan, deze film gaat ook over tijdreizen. Dan gaat Charlton Heston, die gaat dan in een soort ruimteschip. Hè? Dat is natuurlijk een tijdschip. En dan komt hij in de toekomst van de aarde terecht. Let op wat ik zeg. Hij reist in de toekomst van de aarde. En wat, door wie is de aarde bevolkt in de toekomst? Door apen. En niet door Superman. En ook niet door sterrenkinderen. Door apen. En dat is de agenda die ze voor u hebben. Ze beloven u sterrenkinderen. U wordt aap. Ja, volgende slide. En ja, in het begin van die film, hè, dan blijkt er uit Jupiter, hè, u weet wat Jupiter is, dat is de klok van de stoffelijke aarde, hè, want Jupiter bepaalt in 12 jaar eigenlijk, doet hij alle sterrenbeelden, doet hij aan, en dat wisten de Babylonische Chaldeans en alle grote astronomen wisten dat natuurlijk wel, dat Jupiter eigenlijk de grote astronomische klok is van dit stoffelijke gebeuren. En in het begin van die film zie je allemaal apen. En dan staat er op een gegeven moment een monoliet, staat er, een soort monoliet, een soort dominosteen. En die apen weten natuurlijk niks. Hè? Dat was u, hè? Weet u wel, toen u nog een aap was. Wat een onzin. Hè? Onzin. En op een gegeven moment raakt er zo'n aap, raakt die monoliet aan. En dan wordt die ziend. Maar we weten natuurlijk allemaal dat Stanley Kubrick en al die, ik zal maar zeggen, die priestertjes die deze film allemaal bedacht hebben. Dit is de televisie. Ziet u hem? Is er maar geen steen. En als wij maar lang genoeg naar die televisie kijken, dames en heren, dan worden we aap. Want we worden gewoon dommer dan dom. Dus ons wordt geleerd, hoe langer je naar die monoliet kijkt, dan worden wij als het ware gemindcontrolled op een zodanige manier dat we straks accepteren dat we het hoogste goed is dat we een aap worden. En ik moet u zeggen dat de intelligentie van de huidige lichtwezens te wensen overlaat. Ik kom lichtwezens dodelijk op straat tegen die de hele dag naar zo'n televisie kijken. En dan zeggen dat dat de waarheid is. En dan denk ik, nou, maar je bent een lichtwezen. Geloof je dat er op zo'n klein monolietje, je moet eens naar die film Space Odyssey 2001 kijken. En dan blijkt dat toch heel anders te zijn. Volgende slide gaan. Nee, maar nu moet het niet gekker worden, dames en heren. Ze hebben die Space Odyssey 2001 monoliet in Manhattan gezet. En weet je waar die staat? Die staat naast de Verenigde Naties. United Nations of Apes. Laten nou alle apen van de Verenigde Naties ook een eigen monoliet naast hem neergezet hebben. Wat raar, zeg. Zou het allemaal toeval zijn? Maar het wordt nog toevalliger, dames en heren. Want als u de historie van deze World Trump Tower checkt, dan weet u dat deze World Trump Tower geopend is in hetzelfde jaar als de Twin Towers omlaag zijn gevallen. Wat leuk, hè? Het is maar een stukje geschiedenis natuurlijk. Dus in hetzelfde jaar dat in 9/11 de Twin Towers omlaag zijn gevallen, werd de Trump Tower geopend. En het leuke is, ze hebben er nog één, om het u maar flink in uw ogen te wrijven, neergezet, naast
Ground Zero. Dus je hebt de World Truth Tower, naast de Verenigde Naties der Apen. En naast waar die twee towers ingestort zijn, hebben we nu het Hilton Hotel, wat ook gewoon een monolithisch is. En die stond er al voordat de torens in elkaar stortten. En dan zou ik denken, wat raar je dat als een toren omvalt, dan moet toch alles eromheen ook kapot. Nee hoor. Dus die monolith, die stond er al voordat de Twin Towers in elkaar stort. Dus we hebben twee monolithen staan in Manhattan. Of de Apes. Kunt u volgen wat het is? Ja, het kan natuurlijk ook toeval zijn, hè? Want ja, misschien gelooft u dit verhaal natuurlijk niet, dat het allemaal toevallig was dat over die apen in 1968 en dat ze dat allemaal niet wisten natuurlijk en dat, dit, dat daar toevallig staat en dat de Trump Tower, de World Trump Tower in hetzelfde jaar geopend werd als toen de Twin Towers omlaag vielen en dat we de United States of the Nations of the Apes nu gaan rare dingen gaan doen. Heeft me een beetje door. Volgende slide. Nou, dit staat ons in 2017 te wachten. The Economist. Tenminste, dat zeggen ze, hè? The Economist 2017. En dan, in 2017 is het Planet Trump. Nou, zou meneer Trump dat toevallig daar de verkiezingen gewonnen hebben? Nee, natuurlijk niet, want meneer Trump is een oude jezuïet in opleiding. En mevrouw Hillary was dat ook. En hun vicepresidenten zijn ook gewoon oude jezuïeten. Dus ja, het maakt helemaal niet uit in Amerika of je nou voor Hillary of Trump koopt, want u kiest voor de jezuïeten. Apen. Begrijpt u? Nou ja, en meneer Trump, ja, die natuurlijk helemaal geen donder te vertellen heeft, die dan laten ze aan, dus de stervelingen, dan Trump, hè, die gaat het doen, hè, die gaat de wereld redden. Nou ja, goed, wij hopen dat meneer Trump ook naar huis gaat. Hè. We hebben Sophia ook gezegd, we willen ook Trump mee, want ja, het is een geweldige man. We houden ook van meneer Trump, we houden ook van Hillary. Hè, sommige mensen zijn boos, hè, op Hillary, die heeft allemaal rare dingen gedaan. Nee, dames en heren, wij houden van Hillary Clinton. En we houden ook voor meneer Trump en zijn hele familie en alles wat erbij zit. En wat ze nou ook allemaal gedaan hebben. De vader is altijd genadig, barmhartig en onvoorwaardelijk lief. Dus we houden van al die priesters en al die Sophia's en al die presidenten. En misschien weten ze niet allemaal wat ze doen. Maar na het beluisteren van deze verhalen of deze video natuurlijk wel. Nou, volgens 2017, volgens The World in 2017 van The Economist. Hebben we natuurlijk de tower die in gaat storten, hè? De Tower. Klinkt een beetje naar Lord of the Rings. Zou dat nou de Tower van Nimrod zijn? Zou dat nou de Tower van Trump zijn? We zien links de communisten en rechts zien we de Rooms-Katholieken. Die moeten natuurlijk oorlog voeren, hè? Want u weet in de eindtijd, als u dat verhaal allemaal leest, wat die occultisten bij elkaar bedenken, moeten alle geloven elkaar eerst vernietigen. Dus de moslims en de katholieken, ik bedoel de moslims, de christenen, en de Joden die moeten elkaar voor de eindtijd eerst vernietigen, voordat het nieuwe Sophia wereldgeloof kan opstaan. Ja, zo gaat het, hè. Als je iets nieuws wilt beginnen, moet je eerst alles het oude kapot maken. Dus ook uw tempel, ofwel uw lichaam moet kapot, daar moet wat nieuws komen. Al die oude geloven moeten kapot, moet wat nieuws komen. Nou, dat is kaart 1. Dan hebben we judgment. Zit Trump op de aarde, met natuurlijk de scepter en natuurlijk de aarde in zijn hand. Het lijkt wel een koning. Maar u weet dat koning op deze aarde niets te vertellen heeft, hè? Want die wordt gekroond door de priesters. Dan hebben we de World, we hebben de Hermit, we hebben de Stars, de Wheel of Fortune, de Magician en Death. Ik ga u niet alles uitleggen. Het is één occult verhaal waar ze u recht in uw gezicht vertellen wat het plan voor u is in 2017. Het is niet te geloven. We kijken ernaar, we waarschuwen ze, we zeggen jongens, doe het niet. Want jullie gaan met Sophia en de Antichrist allemaal voor de zoveelste keer ten onder. En jullie gaan allemaal weer de wasmachine in. Volgende slide. Nou, dit zijn nog even wat promotiefilms, hè. 20th Century Fox, Hollywood, Wants You to Go Ape. Ja. Ja, dat zijn de promotieposters voor Planet of the Apes. Ze zeggen u gewoon, u moet aap worden. Je ziet het, hè. We moeten allemaal aap worden. Je moet helemaal geen transhuman worden, je wordt helemaal geen Superman, geen X-Men, geen Fantastic Four, geen Spider-Man, geen Spider-Woman, dat wordt u al niet. U wordt gewoon een domme aap, tenminste als u aan het transhuman programma meedoet. Volgende slide.
Ontsnappen van de Transhuman Planet of the Apes. Dat is weer een andere, dat is een soort vervolg erop. Op een gegeven moment heb je Escape from the Planet of the Apes. Ja, hoe ontsnap je nou eigenlijk van de planeet van de apen? Ja, maar er zijn maar 200 apen zo'n beetje. 200 gevallen engelen. Er zijn eigenlijk maar 200 apen zo'n beetje. En de rest zijn lichtwezens dus. Eigenlijk hoeven we helemaal niet te ontsnappen, want we zijn al lichtwezens. We hoeven ons alleen maar te beseffen dat we het zijn. En niet meer te luisteren, want die lijpe apen tegen ons al duizenden jaren willen vertellen. We zijn hier om ze te redden. Ze zijn hier om hun te redden, ze zijn hier niet om ons te redden, want zij zijn gevallen. Wij zijn gewoon uit grote genade en barmhartigheid hier op aarde teruggekomen om hun gevallen apen, die wij heel lief hebben, om weer in een daadwerkelijke lichtwezen, ja, gedaante eigenlijk te herstellen. In grote barmhartigheid en genade komen hier 7 miljard reddende engelen, zijn we eigenlijk, voor een paar 100 gevallenen. Dus ja, ook de apen zijn terecht. Volgende slide gaan. Nou, dan hebben we hier natuurlijk de dageraad van de plant van de adem. Dat is weer een film. Ja, dat zijn natuurlijk, op een gegeven moment kom je... een heleboel van dat soort films kennen vaak 5 afleveringen. Je moet maar eens checken. Heel veel van dit soort films. De Fantastic Four, Spider-Man en allemaal van dat soort films. Om hier een beetje met science fiction en dit verhaal te maken. Kennen maar 5 afleveringen. Of 5 films. En daar houdt het op. Dat doen ze niet toevallig. Dat heeft te maken met de 5 kingdoms. Want ze weten dat in het 5e kingdom van iron en clay, ofwel ijzer en klei, is afgelopen met hun pret. En je moet maar eens kijken hoeveel films 5 afleveringen kennen. En in de 5e aflevering stort de hele boel in elkaar. Transformers, nummer 5, komt binnenkort uit. En dat heet The Night. Ofwel de Tempeliers Night. En dan ziet u eigenlijk de hele agenda van transhumanisme in elkaar. Dus ze weten ook dat ze het zelf niet gaan halen. Volgende slide. Nou, hier zien we nog even van de Planet of the Apes, de tijdmachine waar dan Charles van Heston, die typt dat dan in. Hè, en dan komt hij in een time loop terecht. Ik ga niet te veel over time loops en time warps vertellen. Want dat kunt u allemaal eens rustig even beluisteren hoe dat zit. Hè. Hoe je als tijdreiziger in time warps en time loops, hoe je daarmee om kan gaan. En dan gaat hij gewoon naar de lichtdoorgeving die heet Atlantis deel 1 en Atlantis deel 2. Leggen we u alles uit hoe je kan tijdreizen, de tijd kan stilzetten, de tijd vooruit kan zetten, de tijd terug kan draaien. Dat leggen we u allemaal uit, kunt u dat lekker thuis beoefenen. We zeggen alleen, het is wel voor amateurs. Atlantis technologie en Orion technologie en ook dit tijdreizen, dat CERN gebeuren, dat is natuurlijk voor apen. Dus, maar het is altijd leuk om even te zien hoe de apen dat doen. Het is altijd even informatief. Nou, we hebben een filmpje van Back to the Future natuurlijk gehad. Hè? Terug naar de toekomst. Ook een film, van mij 80e jaar. En geweldig natuurlijk. Hè? Geweldig goede. Toen wisten ze het al. Volgende slide. De Terminator gaat alleen maar over tijdreizen. Toekomst kijken, dus allemaal tijdreisfilms. Nou, ik kan er tientallen noemen. Terminator 1, 2, 3, 4 en 5. Goed zo, dames en heren. Goed. Wat proberen ze u te geloven? Dit is wat ze al duizenden jaren aan u vertellen. En sinds Darwin is dat nu, ik zal maar zeggen, geïnstitutionaliseerd in de apenuniversiteit op deze wereld. Want u heeft 2 soorten universiteiten. Dat zijn universiteiten voor lichtwezens. En er zijn universiteiten voor apen. Nou, dit vertellen de universiteiten van de apen. En die zeggen dat u een aap bent en langzamerhand transformeert naar een lichtwezen, een sterrenwezen. En daar heeft u allemaal chakra's voor nodig en die moet u allemaal op de juiste manier afstemmen. En als de ene het niet helemaal doet, dan doet de andere het ook niet. Dus dat kan je nog wel 100 miljard jaar aan het tunen zijn. Dit is natuurlijk flauwekul. Waar halen ze deze flauwekul vandaan, deze New Age flauwekul? Volgende slide graag. Goh, waar kent u dit al eerder van? Het evolutionaire pad van levende wezens uit het hindoeïsme. En die worden natuurlijk allemaal verlicht. Dan moet je allemaal oefeningen doen en juist meer ademen en dan moet je bewegen en dan gaat het ene open. Dan krijg je 4 armen en dan 12 benen erbij en dan geen slurf en dan kan je zweven. Dan worden je oren groot en dan weer klein.
Ja, dat zijn allemaal gewoon transhumanism, sterrenkinderenverhalen van apen. Want er is maar één God. Er is maar één licht. En zodra je verbonden bent met het grote licht, wordt al die flauwekul van tunen, afstemmen, self-ascension, hè, want we kunnen het zelf wel. Nou, het is nog nooit iemand gelukt, het gaat ook helemaal niemand lukken. Want pas als je gewoon weer verbonden bent met de bron, dan regelt die bron jouw thuiskomst voor jou. In grote genade en groot geduld. Daar hoeft u voor de rest helemaal geen apentrucjes voor te doen. Geen draaimolens te draaien, geen reiki te doen, geen allemaal van die New Age Madame Blavatsky, Alice en Pauski is de 12e flauwekul uit te hangen. Want daar kom je er echt niet mee, dan blijf je in de gevangenis van ruimte en tijd. Zal Sophia blij mee zijn? Nou, Sophia zegt nu tegen mij dat ze langzamerhand ook wel een beetje zat is. Want ja, ze weet natuurlijk, ze luistert mee en zit hier ook in de zaal. Sophia. En die weet dat wij dat allemaal weten van haar. En ook van haar kinderen en kleinkinderen. En dat het spel al helemaal uit is voordat het begonnen is. Het spel is al uit voordat het begonnen is. Ja, dan zak je de broek toch behoorlijk af. Volgende slide. Ja, dat is het. Sterrenkinderen, New Age, flauwekul. We gaan naar de sterren toe. Flauwekul, science fiction agenda. Allemaal voor apen en amateurs. Volgende slide graag. Kijk, dit is de human to ape devolution. Je bent een aap. Nou, je ziet dat er aardig veel blijft, hè, als je achter zo'n pc zit. Het is echt niet te geloven, want het is eigenlijk de devolutie. Hè. Het is echt ongelooflijk dat we er nu al als apen uitzien. Maar we zijn geen apen. Dit is ergens de human race evolution en de human civilization evolution. Je ziet, dit zijn mensen die toch aardig door hebben. Hè. Van aap naar aap. Alleen, ze hebben nog niet door dat we gewoon lichtwezens zijn en nood een aap zullen worden en ook nood een aap zullen zijn. Apen zijn apen, dames en heren. En geen mensen. En ook nooit geweest. Volgende slide. Ja, hoe komt u hier uit deze gekte? Want laten we eerlijk zijn. Hoe komen we hier als 7000 of 7 miljard lichtwezens, hoe komen we hieruit? En want ze lopen u al duizenden jaren wijs te maken dat u een aap bent. Dan zeggen we, ja, nou dan moet je binnenkort maar eens in 2017 gaan kijken naar de film van Belle en het Beest. Hè. Nou, dat is een heel leuk meisje, Belle. Er staat zo'n beest achter. Dat is ook trouwens een remake, hè, van de film van Belle en het Beest. Denk, oh, wat een leuk meisje is dat. Hè. Dan staat er zo'n vervelend beest achter. Die aan het eind van de film natuurlijk verandert in een mooie prins. Hè, want anders is het natuurlijk geen leuke film. Maar ja, het is natuurlijk een heel zware occulte film, want het is natuurlijk Belle is Sophia. En het beest. En dan gaan we naar de volgende slide toe. En dan komt Belle, blijkt bij Bel en Baal vandaan te komen. Dus Baal is het beest. Belle is het beest. Oei. Als u een lichtwezen bent, en u gelooft al die apenflauwekul en al die ikflauwekul, dan creëert u in uzelf een ik, een ego. In de middeleeuwen ook al genoemd een draak. En in het begin van The Garden of Eden ook wel de slang genoemd. Dus als u maar lang genoeg met het ik bezig bent, met ik, ofwel u bent afgescheiden van God, want dat komt toch weer op neer, als u afgescheiden bent van God en afgescheiden bent van die medemens, hè, want wij leven vaak als eenzame, radeloze, verdrietige, ellendige lichtwezens bij elkaar, terwijl we toch allemaal lichtwezens zijn, dan groeit het beest. En dan kom je in de bel, in de gevangenis van Baal, de gevangenis van Nimrod, de gevangenis van Osiris, de gevangenis van Jupiter, van Zeus. En uiteindelijk natuurlijk de gevangenis van Sophia, die er als een soort soul controller aan de touwtjes trekt. Wat de vele mensen natuurlijk helemaal niet weten. Dat er achter Lucifer nog een moeder zit. Of een androgyn wezen, laten we het zo zeggen. In maart 2017. Het beest. Dus wilt u het beest uit uzelf weghalen, dan raden we u natuurlijk aan om op een gegeven moment de 10 geboden van Mozes gewoon eens in praktijk te brengen. Het is natuurlijk niet makkelijk. Maar het staat er al jaren in. Het is het woord, hè? Het woord Gods. Wij noemen dat ook op de 12 eonen. Wees genadig, wees onvoorwaardelijk lief. Wees wijs, wees barmhartig. Wees, nou,
u kent het wel, de 10 geboden. Als u die beoefent, wordt u als God. Een goddelijk licht. Dan wordt u een christen. U weet, het woord christen betekent als Christus worden. Nou, dan beoefent u dat toch. Hè? Als u dan eerst even de verbinding met God hersteld heeft en dan dat gaat beoefenen, ja, dan herstelt u uw pure lichtwezen voordat het kerstmis is vandaag. Ik bedoel, dit jaar nog. Ja, ik raak het altijd een beetje, als ik hier op aarde ben, dan moet ik weer in de ruimte en tijd gaan praten. En dat zijn we natuurlijk helemaal niet gewend om in ruimte en tijd te praten. Dus soms maak ik wel even een foutje dat ik even vanuit een geestelijk bewustzijn ga. Gaan we naar de volgende slide. Ja, als u dat dan weer als wonderbaarlijk lichtwezen wordt, hè, dan krijgt u weer wonderbaarlijke bovennatuurlijke krachten van de mens. In de Bijbel staat al, hè, the kingdom of God is within you. Het is allemaal niks nieuws. Het staat gewoon in de Bijbel, in de Torah, in de Koran, in de Veda's. Het staat overal. Ja, maar niemand leest het. He, als mensen hele rare dingen gaan doen, heel veel zonden hebben, dan zeg ik van, joh, bent u een christen? Ja, ik ben een christen, ik ga elke zondag naar de kerk, of vrijdag, of zaterdag, afhankelijk welk geloof je aanhangt. Dan zeg ik van, ja, nou ja, pak gewoon dan even de 10 geboden, joh, en dan doe je dat al de hele dag. Nou, ze zijn ze helemaal kwijt, joh. Heb u naast de liefde als uzelf en God boven alles, dan kan je de Bijbel sluiten. Als je dat doet, dan ben je weer 100% geest. De rest zijn dan alleen maar verhalen ter versiering. Maar hou van je naaste als jezelf en heb God lief boven alles. Doe er nog even de 10 geboden bij. Dan ben je weer 100% hersteld in de lichtwijs. Dan ben je wedergeboren. Dat heeft niks met evolutie te maken, want je bent al een lichtwezen. Daar hoef je niks voor te doen. Je hoeft ook niet aan ascension te doen. Je hoeft geen 33 stappen te lopen om geïllumineerd te worden. Nee, je bent het al. Alleen we worden zo overvallen en volgeladen met apenonzin dat ze ons doen denken dat we het niet zijn. Ondertussen zijn ze als de dood voor ons. Die paar honderd gevallen engelen zijn als de dood voor de schepping van God. En dat zijn er 7 miljard. Als die nou in de eindtijd allemaal tegelijkertijd op één dag wakker worden, dan heeft Sophia met haar vriendjes toch een kolossaal lichtprobleem, kan ik u vertellen. Dan is de schepping in één keer verlicht. En dan wordt het gezellig. Want dan vragen we hun natuurlijk, inclusief al die hoge priesters van diverse geloofslijntjes, misschien een paar sofisten, dan vragen we, kom nou gezellig eens even een kopje thee bij ons drinken. Zijn we boos op jullie? Nee. En natuurlijk zijn we niet boos op jullie, want we houden van jullie. Ja, maar ben je echt niet boos? Krijgen we dan geen straf als we straks thuis komen? Nee, natuurlijk niet. Want we hebben er niets van gemerkt, want voor ons heeft jullie puberteit nog geen eens een seconde geduurd. Oh, nou, zullen we dan maar naar huis gaan? Ja, liefde, kom dan maar naar huis. En neem die andere gevallen vrienden daar gewoon mee. Dan gaan we gewoon weer door waar we gebleven zijn. Gewoon weer samen leuk creëren, buiten ruimte en tijd. Volgende slag. Beoefen de 12 miljoen om uzelf en al uw ziekte, ongeluk en trauma's te verlichten. Heb ik het net al genoemd, volgende slide. Ja, kijk maar nou. Ja, die zat behoorde eigenlijk niet in de slideshow te zitten, hè, want wat krijgen we nu? Dit is een farao en die heeft, ik zeg even, die heeft op zijn voorhoofd heeft de slang, hè. De slang van de stam van Dan, hè? Kent ze wel, hè? Van de Joden. De slang van Dan, hè? Of de draak, van hoe ik een beetje verbeeld ben. Je weet ook wel dat de slang van Dan, of de draak van Dan, hè? Dat is ook de stam van Judgment. Hè? En laat nou toevallig net de maand van Tivet begonnen zijn. Hè? Dus in... Oh nee, dat is pas volgende maand. Nee, dat is deze maand. Begrijpt u hoe ik mijn tijdprobleem zit? We hebben de Bijbelse kalender. Daar begint die nu. De maand van Tivet. En we hebben de Rabijnse kalender. Daar begint die pas volgende maand. Jezus, als wij nu eens deze maand alvast waarschuwen wat de Rabijnen pas volgende maand aan het Joodse volk gaan vertellen. Ik bedoel het Israëlische volk. Dan zijn ze op tijd toch voorbereid en wakker op hetgeen komen gaat. Hé. Hey. Bijbelse
kalender, rabbijnse kalender. Ik had vorige week nog een rabbijn aan de lijn. En toen was een rabbijn aan de lijn. Die zei me, joh, jullie zijn toch van de Chaldeërs, hè? Jullie waren toch een tijdje in Egypte, toch? Moesten jullie er vandoor. Even lekker naar Egypte, een paar honderd jaar. En ja, weer een rommeltje van gemaakt, hè? Al die Israëlieten. Hè? Is van Isis en Ra van Amun-Ra. En El van de Elohim. Hè? Het is dan een beetje gelijk wat Israël is. Het zijn geen Joden. Hè? Voor de duidelijk, je hebt Israëlieten, je hebt Joden. Die Joden zijn van de stam van Juda. Dat zijn prachtige mensen. Je hebt ook Israëlieten, die zijn even verdwaald. En God probeert ze iedere keer weer terug naar huis te brengen met uitermate grote genade. Soms wat moeilijk. Dus die waren op een gegeven moment natuurlijk in Egypte. Dan leerden ze van al die andere rare hoge priesters hoe die sterren in elkaar zaten. En op basis van de sterren en de rondgang van Jupiter hadden ze een kalender. De Chaldean kalender. Waar ook de wijzen uit het Verre Oosten gebruik van maakten toen ze naar Bethlehem gingen. Om het kinderkunde te vinden. Ja? En die rabbijnen maken er later van een kalender die zijn maand verschuift. Hebben ze waarschijnlijk zelf een maand extra de tijd om zich nog voor te bereiden en vertellen ze het volk niet. Dat is vervelend van die rabbijnen. Dat ze u pas een maand te laat waarschuwen als het in de sterren al een maand eerder bekend is. Het is vervelend. Nou, dan weten we dat nu ook maar. Nou, in Egypte hadden ze een farao en die had een scepter. U weet waar de scepter voor staat, dat is dan de herderstaf, hè. De herder van het volk. Alleen deze farao heeft dan ook weer de zweep en de knoet. Hè? Dan weet je gelijk dat je met een valse herder te maken hebt. Want de ware herder heeft alleen maar de herderstaf. Hè? En niet een herderstaf en een zweep om het volk te tuchtigen. Hè? Want God tuchtigt niet. God is ook niet wraakzuchtig. Is ook niet haatdragend. Is ook niet jaloers. Dat is de gevallen God. Dat is de gevallen. Die zijn jaloers, wraakzuchtig. Want waarom zou God nou, de ware God, wraakzuchtig zijn, of haten, of jaloers zijn? Dat kan toch alleen maar Sophia zijn? Een God die jaloers is, die haat, die wraak wilt. Dat kan toch alleen maar Sophia zijn? Die over de wateren gaat. Van de tijd. Volgende. Slaap. Nou, hier hebben we natuurlijk nog even Osiris erbij. Ook weer zo'n scepter en een flinke zweep. Nou, je weet, Osiris staat ook wel voor Lucifer. Vroeger heette die ook Nimrod. En in Griekenland heette die Zeus. En bij de Romeinen heette die Jupiter. Hè? Jupiter, die onze tijd bepaalde. Hè? Dit is ook de White Rabbit, hè? Die we net van Alice in Wonderland zagen. Dit is ook de White Rabbit. De timekeeper. Die in de tijd kan reizen. Niet buiten de tijd. Volgende slide. We hebben trouwens een hele analyse gemaakt van de film Alice in Wonderland. Dus die kunt u ook keurig op de site nog zien. Dan weet u helemaal hoe die film in elkaar zit van A tot Z. Met alle leuke verhalen over de Cheshire Cat en Alice en de Hatter. En al die Humpty Dumpty's. Ontzettend leuk verhaaltje wat u bij ons kan beluisteren. En dan weet u ook een beetje hoe, ik zal maar zeggen, de gevallen schepping in elkaar zit. Ja, wat krijgen we hier? De Gold Shepherd. Het verschil tussen God en goed. Good is natuurlijk maar één letter. Hè? Dit is de God Shepherd. De Zoon van God. En toen hij weer opstond, was hij natuurlijk ook Christus als God. En je ziet, hij heeft ook geen zweep bij zich. Hij heeft alleen maar een herderstaf bij zich. En zorgt voor ook het laatste lam. Het lam wat misschien even verloren was. Misschien is het wel Sophia die op zijn schouders nam. Hè? U kent Sophia. Die kwam later ook bij Jezus. Die heette toen, ja, toen weten ze, Maria Magdalena, hè? U kent haar wel, hè? Maria Magdalena was de incarnatie van Sophia en daarom was ze ook zo dicht bij Jezus, omdat het zwaarste geval was. U weet toch ook allemaal dat Elia, of ik bedoel Johannes de Doper, de incarnatie was van de profeet Elia. En vandaag zijn gewoon alle grote profeten weer op aarde en alle apostelen zijn weer op aarde en de hele handel van rond het jaar nul is vandaag weer op aarde om met u samen de eindtijd te gaan vervullen in het licht. Tot en met het laatste schaap toe. Sophia. Volgende slide. Ja, dan hebben we hier dus niet Maria Magdalena, maar hier hebben we Moeder Maria. En dat is altijd zo leuk, hè.
Dat is altijd zo leuk. We hadden net een tijdschrift van National Geographic, hadden we in het begin, hè. Wat gelooft u? En dat doen ze één keer per jaar. En één keer per jaar dan mogen ze maar National Geographic mogen ze de waarheid vertellen. En dan doen ze altijd een geloofsthema. Dan mag je in de maand december mag je rare dingen zeggen. Ook als je National Geographic heet. En vorig jaar, 2015, toen hadden we op de voorkant van National Geographic hadden we Mary, the most powerful woman in the world staan. Dat was niet Angela Merkel. Dat is een andere hitlijst. Hè? Of een of andere koningin. Nee, was gewoon. Volgens National Geographic was Moeder Maria de meest krachtige vrouw op aarde. En dat is ze tot de dag van vandaag. En weet je waarom Moeder Maria dat tot de dag van vandaag is? Omdat ze namelijk buiten tijd en ruimte is. Zij kan altijd, op ieder moment, altijd, ongeacht waar het is, verschijnen. Als die 7 miljard lichtwezens vandaag allemaal tegelijkertijd hulp zouden vragen aan Moeder Maria, krijgen ze vandaag allemaal tegelijkertijd Moeder Maria op bezoek. Trouwens ook Christus natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat wij vandaag met z'n allen vragen, joh, wij zouden graag even met Jezus Christus willen praten, hoe was het ook alweer, hè? Voordat we vielen, nou dan staat hij dus gewoon naast ons. 7 miljard kopieën, tegelijkertijd, altijd. Dat kan je niet als je buiten ruimte en tijd leeft. Maar ook Moeder Maria. En Moeder Maria die had een paar prachtige boodschappen. Het is even leuk om even te horen. Kunnen we even volgend slide? Oh ja. Nou, we weten allemaal natuurlijk dat ze op een gegeven moment op de slang gaat staan. Dat staat ook in de sterrenbeelden. Dan zie je de leeuw, Juda. En daarnaast, dan gaat hij nu, is Jupiter, komt langzamerhand in sterrenbeeld Maag terecht. Vlak in de buurt van de buik van de onbevlekte ontvangenis van Moeder Maria, het sterrenbeeld Virgo, het sterrenbeeld Maag, daar komt Jupiter nu in de buurt. Hè? En dan kunnen we naar de volgende slaan. En dan zeggen we met, oké, wanneer gaat dat nou allemaal gebeuren? Nou ja, op het moment dat Jupiter, ik zou maar zeggen, in de buurt van de buik, de bevruchting van Maria komt, dat zal ongeveer nu zijn gebeurd. Want u weet dat het hele Rooms-Katholieke volk, alle Rooms-Katholieken, op 8 december de onbevlekte ontvangenis van Moeder Maria vindt. Maar of dat natuurlijk waar is, dat op die datum, dat weten we natuurlijk niet. Want als we naar de sterren kijken, dan gaat Jupiter pas rond 16, 17 december even de buik van het sterrenbeeld Maag binnen. En dat is morgen en overmorgen. Dus morgen en overmorgen zou het best wel kunnen gaan gebeuren dat de onbevlekte ontvangenis van Maria gaat plaatsvinden. En dan tellen we daar, laten we zeggen, plus minus 9 maanden bij op. Als u 9 maanden optelt bij 16, 17 december, komt u dan op 25 december uit? Nee. Want dan wordt namelijk de duivel staat op, de phoenix staat op. Nee, dan kom je namelijk in september terecht. En als u dan 3 jaar voor Christus telt wanneer, ik zal maar zeggen, Jezus Christus geboren werd, dan kom je op 3 jaar voor Christus, op 23 september 3 voor Christus terecht. En we zijn nu een paar duizend jaar later, we hebben dezelfde configuratie van de sterren, volgend jaar weer op 23 september 2017. In de sterren wordt er dan gezegd dat Christus opnieuw geboren wordt. Dat kan natuurlijk gejat worden, want keizer Augustus, die zei namelijk ook dat hij op 23 september geboren was. Maar dat was natuurlijk een leugen, zoals vaak van dit soort gepeupelte doet. Dus ja, het staat ook in Genesis 3.15 van de King James versie, dat die moeder, die maag, die krijgt dan wat problemen met die slang. En die moeder met haar gevolg zal dan die slang op een gegeven moment toch even het zaad van Satan, zal ik maar zeggen, even verlichten. He, die gaat ze natuurlijk niet doodmaken, die slang. Die gaat ze natuurlijk verlichten. He, want zo is Moeder Maria, die gaat helemaal niks doodmaken. En Michael gaat ook niemand doodmaken. Het enige wat Moeder Maria doet met al die lichtscharen van moeders, is gewoon, ja, ik zal maar zeggen, de nog wat minder wakkere mensen of die gevallen engelen
gewoon onvoorwaardelijk lief hebben. Hè? Barmhartig zijn. Hè? Want wat doet een moeder? Die gaat niet lopen hakken. Dus het is natuurlijk een raar symbool dat je op een slang gaat staan. Daar hou je gewoon van. Volgende slide graag. Je ziet het. Het is weer van zo'n voetstuk gevallen. Nou, vorig jaar, dames en heren, was het 23 september 2015. En toen hebben we allemaal rare films en berichten en occulte zaken gehoord dat er iets zou gaan gebeuren op 23 september. Dus iedereen zat te kijken, gaat het gebeuren? Maar die mensen, die lezen de Bijbel gewoon niet. En ook de Torah niet, en ook de Koran, dat lezen ze niet, want ze weten dat namelijk God altijd een aantal waarschuwingen heeft. Doet hij via de profeten. Hè? Doet hij. En meestal, als het helemaal uit de hand loopt, geeft u nog een jaar waarschuwing. Dan heb je nog een jaar de tijd om wakker te worden. En dat geeft hij ook. Dat deed hij ook aan Nebukadnezar. Nou, dat was een eigenwijze rotzak. Die luisterde niet. En toen moest hij 7 jaar, of wel 3 keer 3,5 jaar, zit bijna het boek Openbaringen weer in. En toen moest hij even rondscharrelen in de tuin op een vreemde manier. Maar je had ook een meisje dat heette Esther. En die kreeg ook een jaar van tevoren een waarschuwing. Zei ze, nou, die moet je even mooi maken voor de koning. De koning. Voor Christus. De bruid van Christus. Een andere koning. Zijn Bijbelse verhaal. En wanneer gaat nou Esther naar de koning toe? In de 10e maand... van de Hebreeuwse kalender. De maand Tevet of Tivet, afhankelijk van hoe je het een beetje vertaalt. En die maand is begonnen op 30 november 2016. Gaat ze naar de koning. De bruid gaat naar de koning. En volgens de Rabijnse kalender is het natuurlijk een maand later. Hè? Want die vertellen natuurlijk pas een maand later als dat gebeurd is. Dan zeggen ze, zie je nou wel. Maar goed, dat wisten we natuurlijk al. En we weten ook dat 30 november niet alleen die maand van Tivet in de sterren volgens de Chaldeans is. Maar het is ook wat in de Bijbel heet Midnight Hour. En in de Bijbel staat ook dat tijdens de derde watch dat dan Christus terugkomt op aarde. Zou dit allemaal toevallig met elkaar een beetje te maken kunnen hebben? Ja, wij weten het natuurlijk niet, want wij vertellen natuurlijk maar een verhaal. He, u kunt het natuurlijk allemaal nog eens even nalezen. Volgende plaat. Dus Esther Wijs. Maar ja, dan ga je natuurlijk het eerste wat je doet, je gaat naar Google toe. Nee, dat doe ik altijd, hè, want in Google, daar staat het, hè, de waarheid van het beest. Hè. In Google staat de waarheid van het beest, want als je Google en Facebook en Twitter bij elkaar gooit, dan heb je een beetje gewoon het beest. Hè. Dan kan je apeninformatie vandaan halen. Dus als je apen wil blijven, dan blijf je lekker, ik zal maar zeggen, apeninformatie consumeren. En toevallig zat ik daar op 7 december. En we know what Jupiter, the king, time it is. En dan zie je een Google Doodle. En dan zie je de G. Zie je hier staan bij de zon. Het is God. De zonnegod. Dan weet ik wie ze aanbidden bij Google. Hè? Dat is dus niet God, maar dat is de zonnegod. Ofwel, dat is de Antichrist. Dat is Tammuz, dat is Horus. Apollo. Dus de zonnegod komt in alignment met Jupiter. Jupiter, de koning. Ze weten dus donders goed wat er gebeurt. Ze laten het u recht voor uw gezicht zien. Maar dat wordt toch veel leuk. Volgende slag. Een dag later. Hè, dus zij zeggen die vooraankondiging dat Jupiter de zonnegod geboren wordt als die in maag komt. En een dag later viert de Rooms-Katholieke Kerk op 8 december de onbevlekte ontvangenis van Maria. Je ziet dat ze allemaal niet dom zijn, hè? Dit is allemaal niet toevallig. Volgende slide graag. We gaan verder. Weer een Google Doodle. Op 14 december kijken we naar de ster van het zuiden. We kijken ook naar Antarctica. We weten dat Antarctica de grote, noem het maar, ruimteschepen, of misschien wel UFO-ruimteschepen van deze aarde gebouwd worden. Dus Google zegt ons, kijk naar het zuiden, want in Antarctica gaat er wat gebeuren. Volgende slide.
ook op 14 december gebeurt, is dat de Verenigde Naties 1 jaar peace and safety warnings aflopen. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar vorig jaar rond deze tijd verschenen er allemaal vredes- en veiligheidswaarschuwingen van de Verenigde Naties. En al die clubs, en dat was allemaal vrede en veiligheid. Ook over Syrië, vrede en veiligheid. En ondertussen zijn ze gewoon doorgegaan om iedereen te vermoorden die ze maar kunnen vermoorden en verkrachten en te martelen. Het gaat maar door, maar ze hebben de hele dag over vrede en veiligheid. In de Oekraïne, vrede en veiligheid. Meneer Kenny was erbij, vrede en veiligheid in Syrië. In de Bijbel staat 1 Thessalonians 5.3: For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Het staat allemaal keurig in de titel aangegeven. Hoe kon God de Bijbel inspireren, dames en heren? Want sommige mensen denken, ja, die Bijbel komt niet van God, zijn ze allemaal rare dingen. Maar als je de Bijbel vanuit de geest leest, als je de Torah vanuit de geest leest, of de Koran vanuit de geest leest, dan ziet u letterlijk een tijdmachine waar de profeten verhalen in vertellen, en u kunt exact zien wanneer wat globaal waar gebeurt. Ik zeg niet dat wij de dag en het uur weten, want dat weten wij natuurlijk, dat weet alleen maar God. Wij zijn alleen maar de boodschappers. Wij proberen u het een beetje uit te leggen en u weer totaal te herstellen in uw lichtwezen zijn. Maar goed, op het moment dat ze dus peace and safety gaan roepen, sinds een jaar is dat overal het geval, van voor rond september 2015 tot ongeveer nu, dan moeten we oppassen voor sudden destruction. Ofwel, dat is een plotselinge, laat ik zeggen, verandering over de hele aarde heen. Want dan heb je wel de ene op de andere dag dat je en de rapture en de tribulation in één keer krijgt. Dus dan is in één dag de aarde totaal veranderd. Dan kunt u kiezen of u lichtwezen wil worden of transhuman. Dan hebben we de grote deceptie. En misschien wel de invasie van de nepvliegende schotels op handen. Dan start de countdown. U begrijpt dat op het moment dat je de onbevlekte ontvangenis hebt van Virgo, moeder Maria, tot 23 september 2017, dat we in de komende paar maanden een hele interessante periode ingaan. Er wordt ook in de Bijbel gezegd dat de tribulation periode voor het teken van openbaringen zal gaan verschijnen. Dus de tribulation en de rapture is niet over 9 maanden, maar die zal waarschijnlijk tussen de onbevlekte ontvangenis en 23 september 2017 plaatsvinden, als God het belieft. Want hij kan er natuurlijk ook nog 10.000 of 1 miljoen jaar nog over doen, dat weten we natuurlijk niet. Maar ja, als dit allemaal vervuld wordt, is wel de Bijbel uit en de Koran en de Torah uit. En dus dan moeten we een nieuw boek gaan schrijven. En of God daar zin in heeft, dat weet ik natuurlijk niet, om ons te waarschuwen. Volgende slide. Judgment in the biblical, not rabbinical, month of Tevet, the tribe of Dan, 30 november, 31 december. Nou, dus de tribe of Dan, bla bla bla. En ze zeggen ook in de tribe of Dan, of de stam van Dan, dat je in deze maand kan kiezen om, ik zal maar zeggen, je boze oog weer te laten gelden in je oordeel, of dat je eens een keer je barmhartige oog gaat beoefenen. Dus ze zijn niet gek hoor, die Joden. Elke maand staat voor een aantal levenskwaliteiten. En dan kan je kiezen voor de duisternis of voor het licht. Het is prachtig hoor, als je de Torah leest. En als je, ik zal maar zeggen, geen rabbijn spreekt, maar iemand, ik zal maar zeggen, een Juda, en een van de stammen van Juda, dan kom je toch met hele, hele verstandige en mooie dingen. Niet dat de Israëlieten zich er altijd aan gehouden hebben. Hè? Want u weet dat God op een gegeven moment zegt, ja, wij gaan de Gentiles maar eerst ophalen voordat de Israëlieten aan de beurt zijn. Want dat is toch wel een redelijk eigenwijs volkje. Kunt u ook vinden in de Torah en de Bijbel. Toch waarschijnlijk de Israëlieten, omdat ze zo jaloers en eigenwijs zijn, hoogmoedig zijn, pas na de Gentiles opgehaald worden ofwel teruggebracht worden naar het licht. Allemaal in die wijze boek. Volgende slide. Ja, Jupiter, the king, enter Virgo. Ik heb het u al gezegd. Jupiter, de koning. De koningsplaneet, die komt het sterrenbeeld Maagd binnen tussen 16 en 17 december 2016. Het spel gaat beginnen van 9 maanden. Volgende slide. De Shiloh, Messiah passage, die wordt gelezen door de Israëlieten
En, over, en door de Joden in de maand van Tivet wordt op 16, 17 december toevallig ook een passage gelezen wat over de wederkomst van de Messias gaat. U ziet dat dit allemaal niet per ongeluk, u kunt het allemaal naslaan. U kunt naar de Torah hoofdstuk 49 gaan of naar Genesis 49, 10 gaan. En daar lees je dat exact op het moment dat eigenlijk die onbevlekte ontvangenis is, dat daar ook de aankondiging van de wederkomst van de Messias komt. De wederkomst van Christus op aarde om zijn broers en zusters te komen ophalen. Waarschijnlijk eerst de Gentiles en dan, laten we zeggen, de wat eigenwijze onder ons. Hè. Ik weet of Sophia gelijk meegaat, dan is de circus natuurlijk gelijk afgelopen, dan hoeft het boek Openbaring ook niet te beleven. Hè. Stel dat Sophia vandaag zegt, nou ik ga naar huis. En al die gevallen engelen ook. Nou, dan staat ook in de Bijbel, dan kunt u het boek Openbaringen gewoon overslaan. Is niet meer nodig. Dus de wasmachine wordt al stilgezet. Komt geen voorwas meer, geen hoofdwas meer, geen centrifuge meer. Om nog wat laatste eigenwijze, hoogmoedige, jaloerse, vraatzuchtige typjes even schoon te wassen. Nee, gaan we allemaal naar huis. Boek Openbaringen, dicht. Hè? Dat zijn de brieven van Paulus aan de zeven gemeentes. Die zijn dan voldoende geweest, zal ik maar zeggen, uit Openbaringen 2 en 3. Volgende. Ja, dat gaat nog een beetje door. We hebben het al gehoord. 21 december is de geboorte van de valse zonnegod, Tammuz, horen ze in Apollo. Volgende slide. 25 december is de resurrection van de Phoenix, from the ashes. Dus dan weet u wat u met kerst viert. U viert gewoon lekker het feest van, ik zou maar zeggen, Lucifer en de Antichrist en Sophia erbij. Verboden over de hele wereld. Maar sinds er weer wat vrije metselaars rondlopen en jezuïeten, hebben we dat satanistische feest weer keurig in ere hersteld. Volgende slide. Ja, geboorte 9 maanden later. De endgame wordt dan gestart uit het boek Openbaring 12 met moeder Maria, het eindtijdteken. En wat zijn dan de boodschappen van moeder Maria? Moeder Maria heeft natuurlijk regelmatig dat ze ons update en natuurlijk alle moeders een boodschapje wil geven. Nou, we hebben recentelijk, een aantal mensen hebben recentelijk wat Maria boodschappen doorgekregen en die hebben we ook keurig verspreid in binnen- en buitenland. En het komt globaal hierop neer dat daarin staat, moeders, bereid u voor en verbind u tot een groot licht samen met de moeder Maria. Omdat uw kinderen straks niet naar het front moeten om een illusieoorlog te voeren. Kunt u dat volgen? Want op het moment dat er straks order out of chaos moet komen, dan is dat transhuman verhaal en al die andere gekte die ze met u van plan zijn, ja, dat wordt dan gecombineerd met een wereldoorlog. En die moeten daar naartoe. De apen, begrijpt u? Want de apen, die zijn niet belangrijk en die stort je gewoon, die offer je gewoon aan Nimrod of aan Lucifer. Dat is een rituele, occulte offering, hè? Want als je die paar miljoen apen offert, dat maakt toch niemand wat uit. Dus die moeders wereldwijd van Damascus en vooral Aleppo, want de moeders van Aleppo hebben dit ook al verzocht op 22 november in Amsterdam dit jaar. Dat willen we allemaal niet meemaken. Moeder in Aleppo of moeder in Damascus, want dat moeder in Turkije is tegenwoordig ook wel niet meer zo best. En Irak en Afghanistan en Gaza maar door is. We willen langzamerhand niet met z'n allen op deze wereld in Aleppo wonen. Maar ja, het is natuurlijk wel order out of chaos. Dus de moeders zijn zich op het ogenblik wereldwijd aan het verbinden om ervoor te zorgen dat hun dochters en zonen niet naar het front gaan om voor een of andere gek geofferd te worden. Die trouwens de oorlog niet kan winnen. Dus uw zoons en dochters gaan voor niets de oorlog in. Want de oorlog is al verloren. Maar dat heeft hij in deel 1 voor de pauze gehoord. Volgende slide. Ja, wat is de voorbereiding op de eindtijd? Nou, we hebben daar een prachtig wedergeboorte voorbereidingspakket voor. U stuurt ons even een briefje. Of u schrijft zich in op de gratis nieuwsbrief van www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com. U gaat naar contact. U schrijft u in voor een nieuwsbrief. U kunt de boeken gratis lezen in de Lichtotheek. U kunt de verhalen beluisteren en zien in de afdeling lichtdoorgevingen. En u bent nog voor kerst 2016 volledig op de hoogte. Wedergeboren, gezuiverd en helemaal voorbereid om gewoon weer naar huis te gaan. Wij danken u voor uw tijd. En tot thuis.
Goed nou.